In de cruise terminal op de Kop van Zuid staan de Nederlandse boksers dit weekend tegenover Cuba. Voor Nederland komt onder meer de Rotterdammer Artjom Kasparian in actie. De tegenstanders waren er tijdens de persconferentie op de Euromast ook. En dat zijn bepaald geen koekenbakkers. Dames en heren, hier zitten 9 wereldtitels in de zaal. 9 wereldtitels. Ik denk een hele mooie partij, vooral dat. Een hele technische partij, vooral tactisch. Want het gaat geen vechtpartij worden. Het gaat erom, in deze partij gaat het erom wie de slimste is, wie het handigste is. Dat denk ik. Kasparian bokst tegen meervoudig wereld en huidig Olympisch kampioen Julio La Cruz. Hey, como siempre hago, brindar lo mejor de mí en el cuadrilátero y buscar la victoria, que es lo principal, que es lo que venimos a todos los eventos que vamos a pelear. Begint zo'n spel dan ook al nu op de persconferentie als je elkaar ziet? Kijk je elkaar aan, kijk je elkaar juist niet aan? Ja, je kijkt elkaar vast wel een keer aan. En nu ben je er niet echt mee bezig. Tenminste, wel mentaal, maar nee. Nu zijn we gewoon vrienden. En in de boksering gaan we doen eigenlijk waar we voor vechten eigenlijk.